Arriva was vanmorgen verrast door het grote aantal vroege treinreizigers. De eerste trein moest stations overslaan omdat hij vol zat. Daarna werden extra en langere treinen ingezet. Hij zit redelijk vol, ja. Is er nog een plek voor u? Ik hoop het, anders ga ik gewoon staan. Druk bleef het de hele dag, maar met wat passen en meten kon iedereen station Delfzijl bereiken. Ik ben in Bedum opgestapt en daar was nog plek vrij. Ik vond het wel heel gezellig. En het was ook goed geregeld. Het was goede sfeer, helemaal geen mensen die dachten van het is te vol of het duurt te lang. Op de toegangswegen bleef chaos uit, maar ook daar was het druk. Parkeren, kom je in de haven, moet je rechtsaf richting Veedam. Het was vanmorgen vanaf 8 uur dat ik hier stond al vrij heavy. En de mensen willen allemaal informatie. En er was een bord vergeten daar te plaatsen. Dus iedereen die vroeg informatie, dus ik was na een uurtje al helemaal schor. Het verkeer werd naar de grote parkeerplaats Oosterhorn geleid. Daar ontstonden wel rijen. Maar wie eenmaal op het haventerrein was, had het uitstekend naar zijn zin. Zie je stoere mannen daarbovenin? Ja. Erg hoog. Als de oude Delfzijl, dat is altijd mooi natuurlijk dit. Je houdt van schepen van de haven. Dat is hier hartstikke mooi. Mooi weer erbij. Heeft u wat met schepen? Mijn man heeft vroeger gevaren. Ik vind het geweldig. Ik vind het prachtig. Ja, geweldig dat ik hier ben. Waar kom je vandaan? Ik ben een ras-echte Belg, maar woon in Delfzijl. Enkeling zag de mensenmassa toch niet zitten. Ja, ik ben hier net. Ik vind het prachtig. Het is niet te druk. Ik kom in een roes. Echt waar? Wat zei je? Echt waar? Jazeker. We gaan weer weg. Voor wie wel zin heeft, Delfzijl duurt nog tot en met dinsdag.